Welkom, welkom, welkom. De volgende driver impression die ik ga doen, en dat is van deze beauty. Die valt onder mijn favorieten eigenlijk samen met alle Aston Martins. Dit is de Aston Martin V12 Vantage GT3. Die wordt niet meer gebruikt. De laatste keer dat die gebruikt was, was volgens mij in Mount Panorama. De 12 uur van Bathurst. Die ook bijna won trouwens. Of zelfs won of bijna won. Weet ik niet meer. Hoe dan ook. Dit is nog een beetje een GT3 auto van voor de het echt gebruiken van aerodynamica. Je ziet wel een diffuser onder, maar niet zo heel veel. Er zit een enorme vleugel op. Hier gebeurt niet zo heel veel met aero. Je ziet hier weinig terugkopingen. Dus qua downforce heeft deze auto niet zo heel veel om te zeggen. Dit is een auto die best wel wil glijden, laat het maar zo zeggen. Wat hij voor heeft is een enorme V12 motor. En daarmee heeft hij de sterkste motor in het veld in Assetto Corsa Competizione. Dat zorgt ook dat hij heel veel gewicht voorop heeft. Dat zorgt ervoor dat hij heel veel onderstuur heeft. Dus zeker niet de best makkelijkste bestuurbare auto. Daarbij wel een van de meest bevredigende en uitdagende auto's om te rijden. Haalt het niet zo snel meer bij de nieuwere auto's die nu rondrijden. De Evo's, zoals ze het dan tegenwoordig heet. Want ze worden altijd een beetje doorontwikkeld. Dit is een verouderde auto. Maar dat betekent niet dat hij kansloos is. Let's go. Wederom Paul Ricard. Paul Ricard heeft een mix van long straight en langzame, medium en snelle bochten. En dat maakt als circuit best geschikt om deze auto's gewoon even een driver impressie te geven. Zoals altijd neem ik een standaard aggressive setup. Daar doe ik voor de rest niks aan. Behalve de steer ratio. Die zet ik naar 15. Dat vind ik voor mezelf lekker om mee te rijden. Green line, give it all you got. Nou ja, wat kunnen we zeggen? Een vrij simpel dashboard. Wat grotere achteruitkijkspiegels waar je wat hebt. Deze is ook wat groter, kun je ook naar kijken. En het dashboard wat eigenlijk relatief simpel is. Rijden. Je merkt hier al, auto wil niet insturen. Deze auto heeft een hekel aan bochten. Fijn. Dat betekent dat je veel moet trailbreken, want dat betekent dat je rem ingedrukt houden. Kost op het midden van de bocht, dan pas stoppen met rem. Dicht op je voorwiel houdt. Doe dat niet, dan gaat die auto gewoon vrolijk weg hoor. Traagheid van massa. Is heel prevalent in deze auto. Hoe hoor die motor is. Tellen blijft gewoon doortellen. Auto wil eigenlijk van naar buiten, auto wil de bocht in. Dus daar moet je op anticiperen. Nu wil dat helemaal niet zelfs, gaan we buiten de baan. Behalve serieus gaan van onderstuur. Wat natuurlijk deels met een setup en deels met trailbreaking weg te halen is. Is dit wel een fijn auto om te rijden. Het geluid is een van de beste in het spel. Vind ik zelf. Goed, hoe zwaarder de motor hoe beter. Hè?
een beetje rommelig wordt. Dat hij gewoon niet in wil sturen. En met het gas erop gaat het prima. Lange is wel straight af. Bijna 280 km per uur. Als de grip heeft, dan vol gas. Omdat de marge waarin hij overstuurt, onderstuurt of niet, is vrij smal. Dat maakt het wel moeilijk om in te schatten welke snelheid je op te komen. En hier doe ik het weer. Eigenlijk te laat. Dus het vereist wat meer attentie. Om deze auto snel door bochten te krijgen. We zijn nog in de verkeerde tijd. Ik wil er even oversturen daar. Een rommeltje overheen. Maar het is voor een hoge snelheidscircuit als Body Car met een lange rechte stuk. We zijn nog bijna een seconde sneller. De banden op temperatuur zijn er nog druk zijn. Rechts nog niet helemaal, maar links wel. Het ideale window tussen 27,5 en 28,0 aan druk. Kun je zien. Inremmen we toch een beetje die druk op de voorwiel houden. Ik ga eigenlijk langzamer erin dan ik zou willen, maar dat is gewoon wat ouder. Veel sneller wil die gewoon niet erin. Drage auto als je geen gekke dingen doet. Hij mist downforce, absoluut. Dat merk je hier in zo'n snellere bocht. Dan wil hij gaan glijden, wil hij niet door. Combineert met het onderstuur. Het onderstuur maakt hij natuurlijk langzaam. Overstuur geeft je wat meer vrijheid, wat meer wendbaarheid. Daarmee ook de kans om snellere tijden neer te zetten. Maar is het ook zenuwachtiger. En als je er mee om kan gaan, kan dat in je consistentie eten. Waarom fouten wel makkelijker gemaakt zijn. Het geluid is fantastisch. Als ik het goed heb, een 6 liter V12, ja, dat zijn motoren die ik alleen maar een W moet aan terugdenken. De racerij, maar ook daar een verduurzaming toeslaat met allerlei hybride, laagverbruikende middelen. Is
redelijk stabiel over de curve. Dat is een van de voordelen van een auto met de motor voorin. We kunnen wel beter over de curve. Ze zijn niet zenuwachtig. Ze zijn heel stabiel in het midden van de bochten. Je hoeft niet de neiging om eruit te stappen. Ook als je een keer een hobbeltje raakt of een curve raakt, kan er prima mee overweg. Hier gaan we te snel en dan zie je met zijn onderstuur dat er dus eigenlijk van buiten de baan, terwijl hij niet per se te hard gaat. Een beetje te veel gas geven, een beetje te snel gaan, dan wordt hij stordig. De onderstuur gaat slippen, verlies je grip en dus ook tijd. 1,6 seconden, 1,65 seconden langzamer dan de snelste ronde. Maar naar buiten. Als je daar weer omgaan, kan je daar op een andere manier eerder insturen. Setups aan de gang en natuurlijk een trailbreaking. Als je dat goed oppakt, dan heb je hier een hele fijne vroegere generatie GT3 auto mee te pakken. Die ook nog eens het beste klinkt van allemaal. Kijken. Ja, hoor dat geluid. Typische gillende V12. Netjes op de bocht. Even een beetje oversturen, niet zoveel. Zelf ben ik een beetje bevooroordeeld. Ik vind de Aston Martins, zowel de GT4 als de GT3 versies, eigenlijk het lekkerst rijden. Deze het minst, toegegeven, vanwege zijn enorme houding tot onderstuur. Maar het geeft ook uitdaging. Het is ook leuk rijden. Wat natuurlijk ook niet onbelangrijk is. Je moet er wel lol in hebben. En wat ik belangrijk vind, wat ik in het begin al zei, het uitzicht vanuit de auto is goed. Je hebt een goed uitzicht, een goed overview van wat er om je heen gebeurt. Mist een klein beetje zicht naar achteren met die naar de zijkant geplaatste binnenspiegel. Maar met de driver tools die er zijn rond de radar en proximity HUD oplossingen, ben je er eigenlijk altijd wel goed mee. En de meeste auto's hebben dat probleem, to be fair. Alleen de auto's die een camera naar achteren hebben in het dashboard, dat helpt enorm. Dat heeft deze niet. Maar nog. Het zicht vanuit deze auto is eigenlijk nooit echt een probleem voor mij. Laatste bocht. Met die snerpende V12. Heerlijk. Schitterende auto. Kan niet anders zeggen. Rijdt behoorlijk. En zoals ik al eerder zei. Eigenlijk ga ik dat vaker herhalen in deze video's. Front-engine auto's rijden het stabielst. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende.